Het venijn zat in de staart vandaag, Edwin. Ja, ik had gehoopt dat het 90 minuten een venijn van een wedstrijd zou worden. Maar uiteindelijk hebben we ons rug kunnen rechten. En hebben uiteindelijk nog een puntje gehaald. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, vorige week ging in de slotfase helemaal mis. En nu gaat het andersom. Hè? Van 0-2 in de slotfase. Echt de laatste minuut van de wedstrijd buigen we het om naar 2-2. Ja, maar dat is ook knap. Uit een onmogelijke positie terugkomen. Want ja, je krijgt toch vlak voor tijd weer de 2-0 tegen. Ik vind dat we de doelpunten weer te makkelijk hebben weggegeven. En eigenlijk zag je iedereen ten neergeslagen. Uiteindelijk weten we ook dat de wedstrijd heel makkelijk kan kantelen. En je moet maar een aansluitingstreffer hebben, ook al is het 2 minuten voor tijd. Dan komt toch iedereen onder druk te staan, ook de tegenstander. En dan komt er toch iets naar boven, ook al heb je daarvoor niet echt goed gespeeld. Maar dan zie je nog dat je de 2-2 eruit kunt slepen en misschien had je hem ook nog wel kunnen winnen. Ja, ik denk als we 10 minuten langer hadden gehad, dat dat er wel in had gezeten, of niet? Nou ja, misschien wel, maar uiteindelijk een puntje ben ik blij mee. Dat is niet wat ik gehoopt had, maar goed, als je ziet de wedstrijd verlopen, mogen we hier blij mee zijn. Ja, je had een paar wijzigingen aangebracht. Hè? Eentje gedwongen, Tim Zegers geblesseerd, Librici heb je daarvoor gebracht. Maar ook Kassimi en Van Dessel heb je gebracht. Ja, hoe ben je tevreden over hun inbreng? Of zeg je, ik moet het nog even terugbekijken allemaal? Nee, ja, ik moet het sowieso terugkijken. Ik moet zeggen dat het altijd wat lastig is als je lang geblesseerd geweest bent. Om dan de eerste wedstrijd gelijk je niveau te halen. Nou, ik vind dat ze dat met vlagen wel hebben laten zien, met vlagen ook niet. Maar dan aan de andere kant is het ook zo dat je ook wel goede spelers op de bank hebt zitten. Dus op het moment dat je door kunt wisselen en die een beetje het verschil kunnen gaan maken, dan is het ook altijd prettig. Dus de wissels die we toe hebben gepast, die hebben het redelijk gedaan. Gezien dat ze een langere tijd niet gespeeld hebben. Alleen we gaan wel zorgen dat die deze week wel beter worden. En dat we weer tegen Emmen uit nog een beter team op het veld kunnen zetten. Dus eindconclusie, een punt gepakt. Een punt gepakt, absoluut.